We merkten dat we in Vianen eigenlijk wel bekend stonden als de binnen-BSO. Nou, dat is niet het imago dat wij willen hebben. Zo is vanuit de geschiedenis een beetje een top-down organisatie geworden. Bijna! We zijn elkaar daarin eigenlijk aan het leren, de medewerkers ons en wij hen, wat het nou betekent om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dat dat dus ook iets van je vraagt. Ik heb ook wel gehoord dat mensen zeiden van, ik vind het wel lastig, want ik vond het wel fijn om wat kaders te hebben. We zijn niet meer een politieagent zoals het voorheen voelde. Tegelijkertijd speelde ook al dat we nieuw voedingsbeleid moesten gaan maken. En daarvan hebben we ook gezegd van, nou, dat gaan we ook op een bottom-up manier doen. En vervolgens kregen wij een mailtje of wij onze inleiding graag wilden beperken tot 10 minuten. Want de rest gingen zij doen. Nou, toen hebben we echt even zo high fives gedaan. En er zijn centra die gaan helemaal uit hun dak. Die hebben zakmachines aangeschaft en die raspen worteltjes op de boterham. En ze hebben zelfs ergens een babyproeverij georganiseerd. Dat is wel een heel mooi resultaat na een jaar. Dat je ziet van, oh jeetje, er gaat echt iets op gang komen.